Ja, vakantie in Sapa. Schitterende Eco Home Lodge bij Sapa. Helaas hebben we ook een keertje pech in de vakantie, want het is mist, regen. Dus we kunnen hier niet zoveel doen. Trekkingslopen, dat is niet te doen nu. Het is alleen maar blubber en bagger. En je ziet ook niks, dus het heeft helemaal geen zin. Dus vandaag zal het waarschijnlijk wel zo blijven. Dus misschien gaan we nog een markt opzoeken of zo. En dan lezen we wel wat, gaan we bij vuurtje zitten. En komen de dag wel door. Het is per slot van rekening vakantie, dus niks moet en alles mag. En dan gaan we weer voor.